Ik ben heel erg blij dat we waarschijnlijk weer open mogen. Maar we wachten nog even af. Na opnieuw anderhalve maand lockdown, mag de cultuursector weer open. Dat maakt het kabinet waarschijnlijk vanavond bekend tijdens een persconferentie. De reacties zijn alvast positief. Wij zijn heel blij, want we hebben toch de afgelopen periode elke keer dicht moeten zijn. En het, we willen zoveel mogelijk mensen ontvangen in dit mooie theater. Dus wij zijn heel blij dat de cultuur en vooral ook de artiesten weer op mogen treden. En dat wij weer mensen mogen ontvangen. Ja, wij zijn enorm blij. Ja, wij hopen echt uh, zo snel mogelijk weer uh, zoveel mogelijk gasten uh, te kunnen verwelkomen hier. We zijn heel erg blij dat we waarschijnlijk weer open mogen. Maar we wachten nog even af. Zoals meestal is er al veel uitgelekt van de maatregelen. Zo moeten bioscopen en theaters om tien uur sluiten. Ja, natuurlijk is het heel fijn als er geen klok zou zijn. Um, dan kunnen wij weer zoveel mogelijk uh, onze gasten verwelkomen en dat is wat we het liefst doen. Ja, dat is, dat, is jammer. dat is jammer. Want je wil eigenlijk dat mensen blijven. Dat ze nog even in de foyer wat komen drinken. Want dat maakt het en gezellig en een mooie afsluiting. Zodat de artiest even kan praten met ook de, het publiek. Maar de komende vier voorstellingen die we hebben gepland staan... daar zijn er drie van in de middag. Daar hebben we geluk mee dat, we dat, dat dan die, die sluitingstijd eigenlijk... Uh, dat maakt dan niet uit voor ons. Net als de horeca moest de cultuursector... langer dan andere branches wachten om weer open te gaan. En dat terwijl dat misschien wel heel veilig kan? Nou ja, wij zijn eigenlijk, denk ik, een van de veiligste sectoren. Omdat je hier gewoon heel goed afstand kunt houden. Maar ook wij zien wel het belang in van de maatregelen. Dus het is heel lastig om daar een afweging in te maken. Maar het kan in ieder geval bij ons heel veilig. Ja, jammer helaas dat het soms minder is en nu afgelopen tijd dicht was. Het is gewoon heel jammer, want je hebt gewoon mooie voorstellingen. En mensen hebben behoefte aan cultuur: elkaar zien, een leuke film, een leuke voorstelling. Ja, dat doet de geest, doet dat goed.